Goedemiddag en welkom bij het weerbericht van weerplaza.nl. Vanuit het noorden drijven soms wolkenvelden het land binnen, maar daar heeft met name de noordelijke helft van het land mee te maken. In het zuiden schijnt de zon behoorlijk. Als we de satellietbeelden in beweging zetten, dan zien we ook dat die bewolking het land binnendrijft. Ook stapelwolken zijn er ontstaan, maar het blijft vanmiddag gewoon overal droog. We hebben verder te maken met een hoge drukgebied dat boven de Britse eilanden ligt. En dat hoge drukgebied dat gaat langzaam zich verplaatsen in de richting van. Scandinavië. En dat betekent dus dat de wind uit het oosten tot het noordoosten gaat waaien. En dan krijgen we te maken met de ja, drogere lucht, die nu nog boven Zweden ligt. Daar zien we weinig bewolking. En dat is dan ook eigenlijk het weerbeeld wat we vooral op woensdag gaan zien. Voordat het zover is, vanavond nog vrij veel wolken in het noorden van het land. Die bewolking blijft vanaf de noordzijde het land binnen drijven. In het midden en zuiden is het vrij helder. Halverwege de avond, een graad of 17. Komende nacht koelt het verder af, naar zo'n 12 graden in de kustgebieden, tot 9 of 8 graden verder landinwaarts. De noordelijke helft van het land nog steeds die wolkenvelden. In het zuiden de meeste opklaringen. De wind is zwak of matig uit het noordoosten. Morgenochtend in eerste instantie veel wolkenvelden. In in het noorden van het land misschien een enkel spatje regen in Groningen of in Drenthe, maar verder is het droog en in de middag zal het overal droog zijn en dan breekt ook het wolkendek in het noorden meer open, zodat het uiteindelijk overal het vrij zonnig wordt. Het wordt 19 tot plaatselijk 24 graden en er waait een matige noordoostenwind. Dan de woensdag, zoals gezegd, ziet die er het zonnigst uit. En het wordt dan 21 graden in het noorden van het land. Tot plaatselijk 25 graden in Limburg. Maar dat is echt wel op hele lokale plaatsen. Verder een matige wind uit het oosten tot noordoosten. En veel zon, dus in de loop van de dag wel wat stapelwolken in het binnenland. Maar blijft gewoon droog. Dan de donderdag. In eerste instantie nog redelijk zonnig. Maar de hogere bewolkingen en ook stapelwolken gaan wel toenemen. En dan laat in de middag en s'avonds kan er vanuit het zuiden een enkele bui het land binnendrijven. Het wordt een graad of 23. Op Vrijdag neemt de buitenkant verder toe. De wind draait dan naar het zuiden toe en de middagtemperatuur ligt rond 22 graden. Ja, en daarna het weekend. Het is nog een beetje onzeker. Het lijkt erop dat we een paar dagen met koel cool zomerweer weer gaan krijgen. Middagtemperatuur zo rond 20 graden, misschien ietsje meer. Maar wat vooral in het oog springt is de neerslagkans. Die zien we duidelijk toenemen in het weekende. Daarna iets lagere neerslagkansen, maar geheel droog zoals we de eerste dagen nu hebben, dat zien we waarschijnlijk niet terug. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.